Yo mensen van Vriendelijk TV, ik ben Dirk en vandaag is weer een nieuwe Raadjes met Dirk. Je moet niet letten op het geblaf wat hier rechts van mij gebeurt, want dat is voor mijn hond die graag naar buiten wil. Dit is een nieuwe Raadjes met Dirk, nummer 6. Oftewel dat we dan 5 hebben, want het is al 7 likes hebben. Oftewel dat we sowieso gewoon 35 likes hebben. En dat is nog 8 of zo, dus dat is echt heel fijn. Maar laten we meteen beginnen met het antwoord van het vorige raadsel. Dat was natuurlijk, wat is groen en geel en skiet van de berg af? Volgens mij was dat raar. Nee, groen en bruin en skiet van de berg af. En dat is natuurlijk gewoon een skiwi. Dit is gewoon heel makkelijk. Deze kom je heel vaak tegen voor als je klein bent en in jongere klassen zit. En dan mag je bijvoorbeeld raadsels vertellen en dan komt dit heel vaak voor. Of in moppenboekjes of zo. Maar ik vond het wel een leuke raadsel om er even in te proppen. En ik heb nu een andere raadsel, die staat hier ergens. Jullie kunnen dit zien, maar ik wil, dus ik ga hem even bekijken. Wat wordt kleiner als je de 2 letters aan toevoegt? Dit is een beetje een ding van, wat wordt kleiner als je de 2 letters aan toevoegt? Ja, wat is het dan? Ik weet het niet. Weet jij het wel? Schrijf het op in de reacties. En dan misschien heb jij het wel voor de volgende aflevering. En ik heb nog iets leuks bedacht. Als je het goed hebt geraden in de reacties, dan kom je met je antwoord hier zo in de volgende aflevering. En dat doet dan iedereen. Of dan krijg je gewoon een mini shout-out. En dan kan iedereen die denkt van, oh, dat is zo'n leuke naam, ook nog even abonneren voor het. Snap je? Dus doe zo het goede antwoord voor een shout-out. Ik was helemaal vergeten. Dit is de tweede video die ik opneem. Maar ik ga niet helemaal het raadsel opnieuw doen. Maar het outro natuurlijk. Want ik moet nog iets belangrijks zeggen. Dus het outro gaan laten dat hierna doen. Want laten we beginnen met de volgende 3 weken zouden er geen video's online komen. Het komt omdat ik op vakantie ben en ik kan geen video's opnemen in de vakantie en edit in de vakantie, want ik heb er geen klaarstaan. Of dat betekent dat er een kleine vakantie van ongeveer 3 weken of zo wordt, misschien 4. Omdat ik natuurlijk ook nog nieuwe video's moet editen en met Mick natuurlijk opnemen. En dus maken. Mick is ook op vakantie, dus dat heeft ook geen nut. En dan gaan we gewoon het outro doen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op een blauw duimpje omhoog als jullie hem leuk vonden. En druk op abonneren hier beneden. En ja, hier staat weer video's. Hier echt kun je abonneren. En niet vergeten, schrijf het goede antwoord in de reacties voor de shout-out. Doei!